Nee, als ik aan rap denk, dan denk ik aan The Hood. Nou ja, ik kom gewoon naar Tilburg. Ik heb bijna heel mijn leven in de race afgewoond. Ja, ik heb het altijd gewoon goed gehad. Ik ben best wel een verwend kind ook gewoon. En vandaar niet de maatschappij kritische dingen of zo. En gangster hoef ik ook helemaal niet te doen. Want ja, zo ben ik gewoon helemaal niet. Dus. Ben de meest funky white dude. Die gast die past, dat past, de move is altijd goed. Ben die man van zachte geest die weer onderkeert. Mini rit die songs, je vindt me hot, steek je vinger op. Je weet het toch. Hoe studeer je af op rap? Ik sowieso heel veel papierwerk. Sowieso moet ik gewoon mijn verslagen maken. Mijn afstudeerproject is mijn EP, De Tante Spangen Tata. En mijn release party, dat is... De bedoeling dat ik daar mijn diploma krijg als mijn podiumpresentatie gewoon nodig is, dan is dat mijn afstuderen. Dan krijg je op het podium het papiertje? Ja, als het allemaal goed verloopt wel, ja. Wat is er nou anders aan een rapper met een papiertje dan aan een rapper gewoon? Een rapper? Nou, eigenlijk helemaal niks. Qua raps helemaal niks. Maar ik heb op school gewoon geleerd hoe de rap-industrie of muziekwereld in elkaar zit. En daar ben ik veel wijzer mee geworden. En het is heel veel praktijk. En voor de duidelijkheid, je leert niet rijmen op de... Nee. Nee, helemaal niet, nee. Eigenlijk hebben we sowieso gewoon geen rapples. Dat moet je wel gewoon kunnen. En dat, ja, tenminste, bij mij hebben ze zich daar... nooit echt mee bemoeid of zo, hoe ik mijn teksten schreef of schrijf of wat dan ook, mijn beats. Ik bedoel, daar laten ze wel gewoon allemaal aan mij over. En dat is maar goed ook. Want ik ben niet zo van de kritiek. Daar hou ik niet van.